fantasie te willen gaan. Ze vervullen tot in China in de ogen willen zien. Ik zou mijn armen om de wereld willen slaan. Ik zou in een rij rondom de wereld willen staan. Met een Japaner, een Chileen, een Marokkaan. Een Australier, een Deen, een Canadees en een Sloof. Ik zou in een rij rondom de wereld willen staan. Ik zou met jou wel rond de wereld willen gaan. Of je nu moslim bent, boeddhist of hindoestaan. Christen, communist of joods en zwart, wit, geel, bruin, paars of rood. Ik zou met jou wel rond de wereld willen gaan. Als wij de armen om de wereld willen slaan, dan kan dat best als wij er met elkaar voor gaan. Zonder ooit eens nog te zeuren over land, geloof of kleur. Als wij de armen om de wereld willen slaan. Welkom bij ons muziekuurtje voor de maand mei. Ook deze keer willen we aandacht schenken aan de muziekcultuur van het Apostolisch Genootschap in verleden en heden. De thema's zijn deze maand vrijheid vanwege 5 mei en de gemeenschap vanwege Pinksteren. Allereerst de bevrijding. De beleefde overheersing heeft een duidelijke invloed gehad op de teksten van de liederen. Wij droegen na de oorlog in onze liederen een banier. We streden dag aan dag en drongen als doelbewuste pioniers vooruit in het bevrijdingswerk. We waren zelfs bereid ervoor te sterven, al wilden we daarna wel weer jubelend opstaan. Denk aan de liederen als een volk dat voor zijn vrijheid vecht en vooruit pioniers. En hier volgen er nog enkele.
Ook het volgende lied begint met pijnlijke onderdrukking, krijgsrumoer en wanbeleid. En daarna verandert de sfeer. We willen de mensheid vertellen dat de Christus Gods geboren is. Al zongen we dat in een tijd dat het genootschap nogal gesloten was, zodat de mensheid het waarschijnlijk niet gehoord heeft. Het lied eindigt prachtig met eigenschappen waarnaar we nu nog dagelijks streven.
In nieuwere liedteksten wordt niet meer gestreden, maar er is nog wel aandacht voor vrijheid en voor vrede. In het volgende lied wordt gezongen over het verlangen naar wereldvrede, dat in de diepte van het mens zijn ligt. Het jeugdkoor bezingt de vrijheid als een kostbaar goed, maar dan wel vrijheid in verbondenheid. Ook het kinderkoor zingt over vrede. Het begint bij jezelf en het eindigt bij alle mensen op aarde.
Kom, laten wij wat doen om de wereld mooi te houden. Al lijkt het nog zo weinig, al lijkt het nog zo weinig. Met z'n allen is het veel. Denken komt ook goed naar voren in het volgende lied. In het Sankalboek uit 1983 zongen we nog dat ik geef vrede, Gods vrede, dat dat des Heren goed was. En nu gaat het om de wens, vrede zij met u, gepaard met de opdracht om zelf die heilige groet te zijn. Mei is ook de maand van het Pinksterfeest. Het feest waar de Heilige Geest uit allerlei landen samengekomen mensen in staat stelde om met dezelfde taal te spreken. Dit wordt gezien als de eerste gemeenschap. Gemeenschappen spelen in ons apostolisch beleven een belangrijke rol.
Er zijn dan ook veel liederen waarin de gemeenschap als plaats van vrede en van veiligheid, als plaats van oprichting en inspiratie wordt bezongen. We beginnen met enkele oudere liederen, zoals het lied waarin de gemeenschap vergeleken wordt met de ontmoeting van Jezus en Maria in Bethanië. In de nu volgende liederen zijn de melodieën oud, maar de woorden zijn aangepast aan nieuwe inzichten. En daarmee vragen ze om een actievere eigen bijdrage aan die gemeenschap. Thank you.
Op Tweede Pinksterdag vond ook jarenlang het jeugdappel plaats. Bijvoorbeeld in de Expohal in Hilversum. Dat waren massale bijeenkomsten. In de huidige jeugdkoorliederen wordt de gemeenschap niet meer genoemd, maar ligt het accent op het realiseren van de droom, vredevolle en van een liefdevolle samenleving. Oh,
komen aan het eind van dit muziekuurtje. De techniek was in handen van Klaus de Bes. De samenstelling Rob Tijdeman. Presentatie Ruud Meester. We hopen dat u de volgende maand een muziekuurtje met als thema de apostel aan te kunnen bieden. We wensen u een goede tijd en om dat te onderstrepen eindigen we met een lied waarmee bijeenkomsten in Zürich wel werden afgesloten. De Heere, hij zegene en behoede u.